Hey. Ja. Dag Emilio. Dag. Een goede morgen, middag, avond. Wat is maar zeggen, een goede dag. Hey. Een goede dag. Te lang geleden, nee? Absoluut, het is heel lang geleden. Ik zat in Spanje. Ja, jij bent op vakantie geweest naar Spanje. Ja. Vandaag gaan we naar Plopsa Station. Samen met Emilio. Ja. Ja, en we gaan er een leuke dag van maken. Nou, leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park fans. En ja, ik zou zeggen, enjoy. Dag Bomba. Alles goed? Ik heb mijn maat mee. Ken jij mijn maat? Ja, dat is veel lawaai, hè. Kun je dat nog aan? Oei, oei. Ik zou er vlug naartoe gaan, moest ik van jou zijn. Ja, misschien gaan ze content komen. Misschien in plaats van gegil had het gelach worden. Het is beter, hè. Fijne dag, hè. Ja, Jordi heeft me, dus ze vraagt aan mij om zijn on-ride te filmen. Je gaat op die attractie, dus daar ga ik ook filmen. Ja, man. Wee. Ja, hoe je nou hier? Wee. Amai. Je band zich terug in de kindertijd he, vandaag. Ja, waarom? Ja, vol schoolgroepjes, vol enthousiaste kinderen. Ja. Die geen geduld hebben, die aan het voorsteken zijn weliswaar. Maar goed, het kan leuk zijn.
Emiel, wat wil je doen? Welke attractie wil je doen? Ik weet niet hoe dat de dan... Vliegertjes? Of gaan we een keer helemaal naar beneden gaan en dan zo terug naar boven komen? Ja, misschien wel, ja. Ik zou graag op die autootjes gaan van de vorige keer. Ja, dat is ook nog tof, hè? Ja, hé. Misschien moeten we dat doen. Ja, Emiel is weer aan het kijken welke strips dat ze hier hebben, natuurlijk. Ja. Want Emiel... Is stripfanaat. Ja, is stripfanaat. Want hier verkopen ze wel strips en andere merchandise. Maar ja, het park is ook geïnspireerd op de strips, natuurlijk. Ja. Wil je op de vliegertjes misschien? Ja. Of zo'n beetje eerst naar beneden gaan zitten. Ja, we kunnen. Ja. Ja, kom maar. Ik zou nog die autootjes willen. Ja, ik ook eigenlijk. Jij ook? Bedoelt die van Sir Scavies? Ja. Ja, oké. Ça va. Kabouter Plop is ook van de partij hier in Plopsa Station. Hier zijn een kleine high five van mij. Voilà. Moet je een high five geven aan Plop? Ja. Amai. Super, hè? Ja, geestig. Ja, het is zo een beetje een ingewikkeld parkje. Ondertussen kennen we hier al onze weg goed. Emiel, zou je de weg nog een beetje kennen? Het is lang geleden, zeg. Ja, wat? Een maand of 4, 3. Van februari, dacht ik. Februari, ja. Ja? Ja, ik denk wel dat ik de weg nog weet. Alright. Tof. Het is niet moeilijk. We kunnen ofwel naar beneden, ofwel naar boven gaan. Ja, het is ook niet zo groot hier. Ja. Ja, pas op. Ja, hou dat. Ik vind van wel. En op de autokus van Suske en Wiske, dat is plezant. En die bevinden zich hier achter het hoekje. Ja, ondertussen is er ook al heel veel bijgekomen hier, hè. Ah ja, die autootjes. Ja, daar gaan we in. Zalig. Ja man, die mail alsof niet in de bocht zeg. Ja, we mijn deuren, mijn chassen. Het is groene. Ja, lap, het is rood. Wie rijdt er nu door het rood? Geen chassen. Hoi! Ah, dat is beter, het is groene. Nu hebben we weer de deuren hier. Wow! Ongelooflijk. Hoi! De razende race. Ja, amai. Woehoe! We zijn inderdaad de razende race. Oh, jammer. Het is afgelopen. We hebben iets gevonden dat ik heel leuk vind.
Als het werkt, hè? Als het werkt natuurlijk. Ik vrees dat het niet lukt. Vrees je dat het niet lukt? Maar wij... Nee. Maar gelukkig heb je negen materiaal die al ja. Anders staat me een beetje in de miserie. Ja, het is dat, hè. Maar ja, je weet nooit dat je Fanny kon tekenen, hè. Kijk, Fanny stopt daar en... waar is Fanny? Fanny. Daar is ze. Hoe meer vragen ze, joh? Top secret. Niet doen, mensen. Niet gezond. Geen voorbeeld nemen aan die mens hier. Niet doen. Nee. Een slechte invloed. Ja. Oh, dat is kei cool. Die shooters. Ja. Ja. Maar is het ook normaal? Het is ook. Maar ik wil eerst nog iets anders doen. We gaan naar beneden. Ja? We gaan naar de valtoren, want die is vernieuwd. Ah, is die vernieuwd? Ja, die is vernieuwd. En dan kunnen we zo terug naar boven komen. Ja, dat is eigenlijk leuk, hè? Ja, dan gaan we zo terug naar boven komen en hebben we rondgegaan, dan is het rondgegaan, hè? Oh, god. Wat, hè? Suskewiske, om vijf uur, ja, we gaan hier waarschijnlijk niet meer zijn. Attractie, een attractie die hier ook vernieuwd is, dat we de vorige keer niet gedaan hebben, omdat ik er niet op mocht, dat is hier... Deze. En die zou blijkbaar volledig af zijn. En we gaan dat een keer gaan bestuderen. Heb je er al op geweest, Emiel? Nee. Weet je wat dat is? Nee. Dat is een valtoren. Ja, oké. Dat naam zeg ik vanzelf zeker. Ja, zie je fan van een valtoren? Nee. Zit je graag op de valtoren in Mayaland in Plopsaland te pannen? Nee. Oké. Ga je mee? Sorry. Oké. Dan ga ik alleen. Dat is hier de... Wikis Valtoren, daar gaan we in. En durf je niet? Nee, ga je de Oostenzee niet trotseren? Nee. Okay. Niet dan maar in mijn plek. Ja, ça va. In orde, dat gaan we doen. Wordt plezant. Yay. Salut. Wow! Ja, lap de storm op komst. Valtoren van Wiki vond hem eigenlijk niet zo leuk. Ja, Emiel kan dat niet overleven. Ja, dus dat is een hoop geweest. Maar ik vond het niet leuk. Want ik zei waarom. De attractie op zich is wel leuk. En je hebt dus zo'n filmpje, dat heb je zo gezien. Maar er is zo geen vertellementje, er is zo niks. En die figuren doen heel weinig. Ik vind het een beetje, ja... Ik weet niet. Ik snap het wel, want het kan ook wel een beetje te eng worden voor de kennekes. Maar je kan het leuk eng maken, snap je? Nee, ik vind dat ze daar toch nog iets moeten aan doen, dat zo toch wel zo'n beetje de highcatcher wordt van deze plek hier in Plopsa Station. Het is wel leuk dat je zoiets hebt van, wauw, dat is echt wel de max, zo'n leuk vertellementje. Daarbij zo'n beetje lijkt de Smurfen en zo, lijkt van Lucky Luke, dat is wel plezant. Ja. Dan mis ik daar. Ja,
zo wiki van, ah, we gaan varen en dergelijke, zo van, ah, hey wiki vrienden of viking vrienden, welkom op deze schuit en we gaan een woeste storm tegemoet. Dat gebeurt allemaal niet, een beetje jammer. Een echte gemiste kans, ik had er nog zoveel hoop in. Voordat er nog niks was, had ik zo een video gemaakt met zo'n muziekje erbij en zo en dergelijke. Dat is het niet. Dus het is jammer. Het is een gemiste kans. Plopsa, als je dat bekijkt, ik zou toch nog even een keertje deze attractie hier, hoe zou ik het zeggen, daar deze attractie zou ik toch nog een keer een beetje aanpassen. Ja. Fine-tunen. Ja, wie weet, hè, wie weet. Ja. Goed, waar gaan we heen, Emiel? Wilden we in de Trollenbeek? Tollenbeek. Voor mij is het gelijk. Ja. Gaan we in de Tollenbeek? Ja, oké. Ik ga eerst de sanitaire stop doen. Ja, goed idee. Ja, ja, vind dat ook. Moet de onderuit of afdoen? Van de sanitaire stop? Nee. Dat is gewoon de kraan openzetten en dan is het in orde. Ja. Emiel, ja. Jij wilde een attractie doen? Tollenbeek. Gaan naar de Tollenbeek? Ja. Aan de Urbanus? Ja, als het open is, hè. Je zit er zot van, hè? Ja, ja, kwaad. Ja. Niet van de strip, maar wel van de parcours en zo. Ah, ja. Ik krijg die niet mogen doen, hè? Jawel. Ah, je gaat dan wel. Ja. Linkje van boven. Ja, linkje van boven, inderdaad. Goed, ik ga iets vertellen, mensen. Er is één voordeel vandaag. Het voordeel is dat er veel schoolgroepen zijn, want oorspronkelijk, alleen normaal gezien in de week als het rustig is, werken ze met één medewerker per verdieping. Dus dan is dat zo van, wilde hier op de Tollenbeek, dan moet je wachten tot de medewerker gedaan heeft met de valtoren en omgekeerd. Of wil je dan bijvoorbeeld op een smurfen rijdt en naar de autokus en dergelijke, dan moet je ook wachten. Vandaag is het druk en dat wil zeggen dat elke attractie een medewerker heeft. Dat is een voordeel, wel het nadeel is dat er wel heel veel lawaai is, maar momenteel vind ik het echt niet druk, want we kunnen er meteen in. Maar goed, ze zijn veel volkverwachtend, dus ze zijn voorbereid. Dat is wel fijn. Die mail is niet vallen, hè? Nee. Ja, man, nee zeg. Ja, ik ga hier af, hè. Ja, wel, dat gaat verstandig zijn. Oh. Ja, dat rooit rond, hè? Ja. Is dat zo'n trailplotte? Ja. Oh, dat is cool. Oh ja, oh, lekkere massage. Mai. Dat is wel een heftige massage, hè? Ja. Oh, tel ik op de Belgische weg dat man 3 in zee. Ja, hé. Oh man, met platte wielen. Oeh. Amai. Oh ja, oeh, de drillboor, amai. Oké, man. Ongelooflijk. Oh, dat is hier wel leuk. Ja, joh, dat is ook heel plezant, dat klopt. 1, 2, 3. We gaan voor en achteruit. Het is dus? Ja, het is dus. Wie is er tussen, jong? De Wulpse Zulma. Maar zo zit hij hen, hè. Had je dat hier ook in Antwerpen? Zoiets? Want dat de Wulpse Zulma te gaan? Ja, en dat is het geweest dat dit om je daar bij het wie gaan zien. Ja. Zijn er twee gaan zien? Of wel die, of wel? Nee, nu moeten we dan langs hier. Ah ja. Nu mij hier gaan vallen op de banden. Oké, Emiel, here we go. Dan gaat hij. 1, 2, 3, kaboom! Nu is mijn tour. Amai, Emiel had verschoten, hè? Ja, dat is toch wel. Oei, wacht, hè. Oh, kaboom! Ja, dat spel schiet hier in Rutte. En voilà. En dan gaan we weppen. Van de Rauwse Zulma, hoog naar de Westland. Wow, oh! Ja, man. Woehoe! Ja. Hopla. Oei, ze zien al in de houten aan het doen, hè, Emiel. Ik en dat kieken en dat andere beste, wij zijn al aan het vechten met elkaar. Ze zijn aan het bekvechten. Ja, deze klok. Ze zijn niet akkoord met die en wie hij zegt. Ja, hop. Oh, moet ik hier echt over? Ja, jong. Gewoon gaan. Ja, ik ben er. Perfecto. Hier, wil je de streek doen? Nee, ik wil niet. Ik zou wel je oren niet willen, zie je. Voor de moment spijzen ja. Dat er een beetje aan plakt. Ja.
Wil je dan niet graag een streek? Nee. Ik hoor niet, ik heb geen streekplank. Nee, echt niet. Nee, ik streek er niet. Geen Erikatje doen, nee Emiel. Nee. Niet gezond, hè, vent. Niet gezond. Hup. Zeg, heb je een beetje privacy, hè? Wat je privacy, hè? Heb je veel wc als je heen? Ja, dat hebben we al. Ja, man. Ja, dat... Dat ken ik hier nog, hè. Dat ken ik hier nog. Oh ja, dat hang ik ook niet aan beginnen, hè. Hier, dat is voor dat kieten die je neerlegt. Ja. Zalig. Het is een stijle trap, hè. Right. Ja, inderdaad. Je zult er nog van verschieten. Urbanos, jong, de volgende keer moet je wel je trap een beetje minder stijl maken, hè? Want je zult hier nogal een Erikatje kunnen doen, hè. Hier, Emiel, weet je wie dat is? Lekker, man. Lekker. Daar? Jommeke. Dat wil zeggen dat je just dat. Ja. Oude Arnhem, weet je wel, die hangt bal van de politie. Ja, zalig. Het is plezant. Je moet dat anders doen, nee, maar ik ga dat niet doen, want anders komt dat niet goed. Je moet dat doen alsof dat je schaatst, maar wel op een voorzichtige manier. Hé. Ja. Dat je een beetje snelheid hebt, ja. Kan je daarover gaan. Maar ja, we gaan dat nu niet testen, want anders ja, gaat dat... Ik ga geen Jordietje doen, hè. Ja, of een Erikatje. Ja, nee. Ik ga het verstandig houden. Nee, het is niet verstandig voor een Jordietje te doen. Oei, meneer de pasteur, zijn we braaf geweest of niet? Ik niet alleszins. Dan ga je snel weg. Dan moet je niet naar de duivel gaan, ja, hè? We gaan naar de engeltjes. Meneer de pasteur, is het goed dat we naar de engeltjes gaan? Ik ga naar de bichtstoel. Oeh, hier de bichtstoel, Emiel. Meneer de pasteur, ik heb een grote zonde gedaan vandaag. Ik heb Emiel gefilmd. Is dat nu zo waar, Jordi? Ja, ik heb ze pop gefilmd. Ja, oké. Okay. Is dat goed genoeg? Meneer de pasteur, kan je wel mijn zonden en daden vergeven voor vandaag, omdat ik Emiel zijn popken gefilmd heb? Ja. Oké. Okay. Ja, dus de meneer de pasteur zwijgt, dus zwijgen is toestemming. Ja. Dat is zo, hè? Ja, de trap of de... De glijbaan. Ja, maar ik kan daar moeilijk tussen. Dat is te smal voor mij. Niet trap. De glijbaan is dikker. Pakken we de glijbaan. Emiel Jan, die padden! Waar is hij? Ah, oh, wauw. Dag Emiel. Cool. Ik moet hier ook nog mijn... mijn kunsten... acrobatiseren. Oei, wacht hè, mensen. En... Wow. Ja. Dat is precies nog niet 100% dat, hè? Nee, maar het is wel leuk. Woehoe. Ja. Komt allemaal dik in de chateaus, mensen. Echt waar, iets. Ik kan daar ook roken en dan begint te bewegen. Ja, dat is de geesten, hè, die dan zitten. Ja, vergeet het. Ja. Allee, man. Echte geesten. Ze zitten ook in Blobstad Station. Niet normaal. Wat zie je allemaal aan het zijn spokken, joh? Niks, gewoon de instelling veranderen. Oh ja, en welke instelling stond er? De bad mode of de good mode? Oh ja, ik ken je computer niet. Oei. Ik had dat wel kennen. Als dat maar goed komt. Oké, okay, mensen, Emiel legt een pruts aan de computer. Ik geef zin naar wat er gebeurt. Wat is met dat, jongen? Bij jou gebeurt er weer niks.
Dat is helemaal op mij bedoeld, hè, jongen. Ja. Ja, hè. Ja, het is inderdaad very dangerous. Ja. Ja. Oké, okay. Zo moet je dat doen. 1, 2, 1, 2, 3. Samson en Marie. Hij ligt wel op een hamster. Ja, maar ik kan die hem niet goed testen. Ik ben een hamster, maar de hamster is veel te groot. Dus de hamster kan hier niet goed in. Amai. Ah, hier zie je. Ja, tof, hé. Ja? Ja, yo. Yo, alle mensen, dat was het Tollenbeek. Ja. Was het plezant? Ja. Ja, hé. Alright. Leuk. Goed, dan stap ik door. Ik wil een cola. Gaan we cola betrekken? Hij dust die milk? Nee. Hij dust? Nee, waarom? Ik wel. Ja. Dust, honger, alles. We gaan de Wikisnack een keer bestuderen. Een keer zien wat de prijzen zijn. En als er niet nog blikjes in plaats van flesjes. Amai. Menu, 8,50 euro voor een tosti. 8 euro voor een pannenkoek. En 8 euro voor een wafel met een koffie. Nog hot dog, 8,50 euro. En dan heb je nog een broodje panini met drank, 9,50 euro. Ja, oké. Okay. Ja, we gaan een hapje kunnen eten, nee. Een cola en een hotdog. Emiel gaat juist een drankje drinken. Ja. En wat kost dat hier? 8,50 euro heb ik daarvoor betaald. Tof. En dan is dat hier ons uitzicht. Mooi. Emiel, man, je kunt hier dansen met K3. Ja. Ja. Hey yo, hey yo, hop. Ah nee, dat is iets anders. Dat is Piet Piraat. Ah, dat is Piet Piraat. Zeg, hoe lang ga je naar dat plot gaan, jongen? Veel te veel. Hier ze. Even dansen is dat? Wacht, hé. Dat is waterval. Hey, YouTuber. Ja. Hi, laten we testen hoe jullie de magische toverstafjes gaan tegen. Ja, maar wat ben ik? Horen jullie uit? Ja, wacht, ik. Ah, ik ben groen. En ik zie blauw. Cool. Emiel, hier zijn hocus pocus pats. Ik wou dat Emiel verdwenen was. Yay! Waar ben je nog? Ah, jammer. Je had opgegeten worden van Gargamel. Gargamel van je van. Wie had er Gargamel van? Zo dat valt. Hier zijn, ik ga de smurf plagen. Hier zijn. Dat is jammer, hé. Dat... Wat dat geen interactie heeft. Ja. Ah, jawel, dat wel interactie. Kijk, hé. Ik ben niet. Nu gaan we naar Gargamel. Opletten voor Gargamel. Ja. Focus, focus, pats. Goeie. Ik ga de smurf plagen. Hela. Hier moet je zien. Nee, dat is jammer, hè, dat je geen interactie dat je dat doet. En hier. Nee, niks. Oh, jammer. Nu ja. Wordt het plezant. Eindelijk, we hebben een roetbon gevonden. Zal hè? Ja. Wacht hé. Nee, ik wil de smurfen plagen, dat is veel plezanter. Hier zei ik ga naar zijn neusje krabbelen. Dan gaan niezen. Hier zei. Oh, jammer. Dat werkt niet. La 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 la. Hocus pocus, abracadabra, laat het vuurwerk beginnen. Wee! Jullie hebben het gehaald. Pak ik daar de
vuurpijl om een mooie vuurpijl te maken. Veel plezier! Wel zeg, het marcheert wel goed, hé. Ja, gelijk op de beweging dat je doet, marcheert, hé. Wel tof. Oei, oei, dat is al een lelijke foto, hè? Dat is geen schone foto. Ik heb nog nooit zo lelijk op een foto gestaan. Jordi, is niet fotogeniek, hè? Nee, vandaag niet. Niet normaal. Ja, ja. Ja, ja. Alleen jammer dat die mens hier niet weggetoverd is. Wie? Nee, naast mij. Maar hé, jongen. Tjoe toch. Dat naar Gagramel hem ging meepakken, maar dat is dus niet gelukt, hè? Nee, Gagramel heeft niet meepakt. Nee. Met geen geluk. De K3 Disco autootjes mogen we niet doen. Nee. Maar we geven er niet om, want het ruikt daar raar. Het ruikt naar auto's. Het is geen gezellige geur, hè? Nee. En dat hier liever. Goed, er is hier ook een theater. Hier is theater, waar er op dit moment nog geen ene show te doen is. Maar we gaan nu naar Lucky Luke. Ja. Wat gaan we doen? Schieten. Schieten. Gaan we schieten? Amai zeg. Maar je zei daarnet wel iets, hier van de Deltons. Ja, dat of de klopt. Daltons, dan noemen ze weer de Daltons. Deltons. Wacht even. Oh, nu vragen we wel, hè. De place is Joe. Ja? Ah nee, Joe is hier. Joe, wacht even. Wat maakt niet uit hier, Leo, maar je zei dat er iets te kort was. De snor. De snor is niet weg. De Daltons zijn altijd een snor. Misschien zijn ze wel sporen. Ik weet wel wat ik wel weet. De langste heet Averill en de kleinste heet Joe. Maar de middelste twee weet ik niet. Dat is de langste. Dat is de langste normaal. Ja, hoor. Ja, oké, okay, maar goed. Komt erop neer dat ze geen snor hebben. Maar Lucky Luke heeft toch normaal ook een snor, of niet? Nee, Lucky Luke heeft geen snor. He. Ah, die heeft geen snor. Nee, nee, nee. Ah, ja. Kijk, het is in een snor dat Emil bedoelt als een jam. Daarom hebben we een strip van dat nodig, hè? Ja. Gaan we naar Comic Station komen? Een Plopsa Station. Oh ja, inderdaad. Dat is een Comic Station. Ja, zalig. Lucky Luke, we gaan je een attractie betreden. Mogen wij dat doen? Ja, hè? De Lucky Luke Express. We gaan naar Amerika. Ah, het is al vissend open met een vissende wiskunde. En ze zijn tegen ons dat open was. Ja, want het is niet echt een gelukkig Express is afgewisseld open met een vissende wiskunde. Oh, het gaat middagpauze zijn. Dat gaat het probleem zijn. Ja. Oké, okay. Moet iets anders verzinnen. Boven de wielertjes? Ja, dat is goed, we gaan naar boven en dan keren we terug. Ja, ça va. Goed plan. Hier zijn de mensen zijn hun tekenkunsten mooi aan het bestrijden, aan het ervaren. Maar persoonlijk vind ik wel dat Emil beter kan tekenen dan de mensen die daar aan tekenen waren. Ja, ze waren hun tekenkunsten tot leven aan het brengen. Ja, dat is veel oefenen, hè? Ja, ja. Maar ik vond het een beetje speciaal. Ja, de tekenkunsten zijn wel speciaal. Cool. Van naar boven. Ja, van naar boven. Emil wilde op de vliegerkus. Dus ja, op de vliegerkus. Op de vliegtuigjes, dat is mee. Nee, we gaan naar Megamin, die we aan boeven vangen. Ja. We gaan ons klaarstomen voor straks, want straks moeten we boeven gaan vangen met Lucky Luke. Ah ja, inderdaad. Ja, dat is een must to do. Heerlijk. Ja. De vliegende fietsen. Jee. K3 is ook van de partij. Wat voor dek kan iemand nog rap trappen?
Jullie zijn teruggekomen, toch? Ja. Hallo. Hallo. Dit is Blopsaland. Blopsaland. Kom naar binnen. Blopsaland Station. En we hebben al frietjes gegeten met ketchup en mayonaise. Hey, frietjes met ketchup gegeten? Waar heb je die gaan halen? Dat is helemaal goed. Lekker. We gaan nog een attractie doen. Allee, veel plezier. Dank u. En wie komt er nog? Van heel jullie klas af misschien? Ja. Amai. Van onze school. Ja, toch? Dag. Iedere kijk. Salut. Mr. Team Park fans. Komt op YouTube. Dat komt op YouTube, ja. Ja, dat komt op YouTube. Ah, ken je mij al? Ja. Ah, tof, toch? Ik was jouw YouTube channel. Ik kom op ja. YouTube. Ik was jouw YouTube channel. Ja. Wat is de naam van jouw kanaal? MR.Team Park fans. Emiel, wat heb je hier net gespookt? Ze hebben geen mouse tegen. Waarom? Is het niet goed? Ja, ik dacht dat je een Maya hing tegen of zo bij Plopsa Station, maar oké, een Mickey Mouse, ja. Wacht, ik zie niet of dat. Hoe je? Sorry. Allee, hoe gaat dat hier nu? Ja, ik ben het kwijt. Zijn het kwijt? Ja, maar. Hé, maar ze gaan nu kunstmerk afmaken, zei. Ja. Er is iemand Potato Head aan het tekenen. Wie? Potato Head, zie je? Ah, ja. Alleen heb je 2 oren gekregen. Wat moet ik tekenen? Ik weet niet. Een Maya of zo? Of een kabotere plop? Of een Samsung? Een Samsung, ja, wacht Samsung. Een groene Samsung, ja. Ja, sorry, ja. Mr. Teamparkfans, maar die jongen heeft een tekenkanaal op YouTube. En hij is nu een mooie tekening aan het maken. Dat ken ik ook. Moet ik een taartje? Nee, wacht. Maar die jongen is nu even een tekening aan het maken. Nee, hier is jullie scherm. Daar moet je op tokken. Hier, op dat scherm is voor jullie en dat is voor die jongen. Voilà. Wat vind je ervan? Samsung? En wat vragen aan de kijkers? Is het mooi gelukt? Ja. Ja, is het een mooie Samsung? Ja. Is het goedgekeurd? Emiel, je zich geslaagd. Ja. Ja. Maar daar bestaat er geen twijfel over. Hè. Voilà, inderdaad, dat is waar. Ja, shoot er eens om. Ja, super, hè? Ja, we gaan shooten. Ja. Hier zijn we, naar de Lucky Luck Express. Zalig. Ja, we zijn hier al gewand, hè. Ja, man. Voor $10. Emiel, jong, je hebt een bounty van $10 op je kop staan. Nee, dat is al een derde keer vandaag. Ja, tjoe toch. En dat is tot CT, toch ga je met de trein meegenomen worden. Ja. Hier, je kunt naar Washington gaan, naar New York. Amai, amai. Ongelooflijk. Tof. Tuur klopt wel niet, maar goed. Tickets! Nee, dat hebben we niet nodig. We betalen geen tickets meer, het is te duur. Dat is wel geen probleem, hè. Even wachten. Eventjes wachten, want de trein vertrekt bijna. Ja. Tjuk tjuk! Hé, dat is cool! Plopsa Station ja, daaronder. Tof, hè? Ja! Daisy Town. Hé, dat is wel cool gevonden. Ja, dat vond ik. Jot. Kijk, ik zie nummer 3. Nummertje staat daar vooraan, hè? Dus nummer de mensen... Nummer 13! Nummer 13! Nummer A. Ja, 13! Of is dat... Ik weet niet, dat is niet dat, zie je? Nee, hier is nummer 4. We maken er allemaal jullie kunsten zien, hè? Ja, kijk ze. Ik ga ook kunsten. Woehoe! Wie speelt er allemaal op de PlayStation? Oké, okay, dan zijn... Ah, dan kunnen jullie dat heel goed, hè? Niet slecht. En zijn er mensen die op de Xbox spelen? O ja, ik zie mijn nummertje kwijt. Ah, daar. Ga ik het nummer 5 zien? Ja, hier gaan nummer 5 zien. Oh, hier vuurwerk. Cool. Ja, love. Ik wist totaal niet wat ik op moest. Goed gespeeld, Max. De geluk wacht op jullie. Veel succes. Oh, die cowboys hebben weer een doel. Ja. Hij heeft een date. Oh ja. Oh, God.
Allemaal goede boeven vangen, hè? Dat is zeer belangrijk, hè? Mag je niet meer overblijven, hè? Je moet de boeven vangen, hè? Ja, dat is belangrijk, hè? Lucky Luke moet bevrijd worden. Wauw, bravo cowboys. Jullie waren echt goed. We gaan stoppen achter de tralies. Tot de volgende keer in de Grote Weg. En wie is er nu de beste schutter? Ik weet niet, maar moet dat er ook komen zijn? Ja, ze bid denk ik. Ja. Ik zie nummer 2. Player 14 is nummer 1. Kijk ze, proficiat, player 14. Ja. En na een bewogen vangst, dan is het tijd om te rusten, hé. Zo'n zijlijk hun buit binnengehaald hebben, of niet? Dat weet ik niet. Oh, ja. Een buit. De Daltons? Ja. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Alright, Emiel, wat wil je nog doen? Goh, ik zou nog een keer open eens de autootjes. Zou je de autootjes nog een keer willen doen? Oké, okay, dat is goed. Van op de autootjes. Dat is hier naast, hé. Ja, dat is goed. Ga mee. Superwings. Emiel wil op de Superwings. Ja. Oké, okay, wat gaan we dan doen, hè? Let's go. Hey, Emiel. Hoe is het, jong? Woehoe. Daar is Emiel, hè, mensen. Ongelooflijk. Hey. You believe you can fly. You believe you can touch the fly. Woohoo! Welcome to Sex Airlines. Ja, je weet nooit, hè? Hey, word Piet piloot. Ja, Piet, die wil echt. Later met zijn vliegtuig, dan vliegt hij op papier. Piloot. Emiel wordt piloot. Jij moet daarop duwen. En we gaan landen. En landen. Yeah. Zeeland, Nederland, oké. Okay. Emiel, man. Hey. Hey, ben je op Plopsa Station geweest? Ja.
We zitten ondertussen buiten, want we kunnen hier eigenlijk wel beter onze outro maken buiten dan binnen, dat ons maar zeggen. Ja. Ik heb het nu pas door. Ja, want er is een beetje veel lawaai door al de kinderen die daar zich aan het uitleven zijn. Fantastisch, want ik voelde mij precies ook kind. Ja, echt waar. Ja, het was wel leuk om nog zo een keer in een pretpark te zijn. Het was niet te veel, dus dat was ideaal. Want ik heb ooit een keer naar een pretpark geweest waar het echt vol zat met schoolkinderen. Dan is het niet leuk. Maar vandaag was het net te doen. Het was gezellig, het was fijn. We hebben alles kunnen doen wat we wilden doen. Ja, we hebben eigenlijk wel een leuke tijd gehad. Hè? Ja, het was tof. Ja, hè? Vond het ook. Het was heel tof. Alleen vond ik persoonlijk de valtoren ietsjes minder. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Vond je het leuk? Zou ik zeggen, geef een duimpje omhoog. Abonneren. Ja, abonneren. Ja, ook op... Sketsvlogger. Voilà, inderdaad. Het is inderdaad. Veranderd. Is het veranderd? Ja, het is veranderd. Vroeger was Sketsvlogger, nu is het Sketsvlogger. Ja, blijkbaar wisten de mensen niet goed wat dat Sketsvlogger was. Ja, klopt. We gaan een hapje gaan eten. En mensen zeggen soms van, je bent afgekikt van iets. Soms niet. Maar goed, mensen, bij deze, tot de volgende keer maar weer. Bye bye. En mocht je het nog niet weten, we zijn stad in. En wat gaan we doen in stad, als jullie mij al kennen? We gaan een hapje gaan eten. Het is 2 uur, we gaan eten. En wat gaan we nog doen? We gaan aan dunken. Gaan we dunken? Ja. Oké. Okay. Ja, dunken. Ook. En we gaan de echte dunken een keer uittesten en een keer zien hoe duur het is. Of goedkoop. Wie weet. Misschien is het zelfs goedkoper dan in Plopsaland. We weten het niet. Nee, we gaan het uittesten. We gaan dat doen. Jordi test uit. In plaats van Vitalimo test uit. Jij heeft het idee van Vitalimo. Ja. Ja, nee, nou, dat is gewoon een extraatje. Want blijkbaar zou het duurder zijn in Plopsaland dan hier. Ja, we zijn hier in de buurt. Dus we kunnen dat een keer uittesten. Met deze. Ik zou zeggen, enjoy. Allemaal liken en abonneren. Ik ga ondertussen gewoon een doos meespannen. Goh, man, die drinkt toch niet meer al, hè? Nee, nee. Ik ga voor de volgende zien. Ja, want het is ja.